Voor Schiedammers, die een tijd lang niet in Schiedam zijn geweest. Weer een nieuwe buurt. Katelijne de Groot, hoe heet deze buurt? Deze buurt heet Park Harga en het is gevestigd naast Sportpark Harga natuurlijk. Wat is het bijzondere van deze wijk? We zitten natuurlijk op een oud sportterrein, maar dit is een energiezuinige wijk. Hè. Mensen hebben hier zonnepanelen, water, warm en koud water, bronnen vanuit de grond. En we zijn allemaal energiezuinig bezig om deze wijk tot een succes te maken. Vandaag Burendag, wat is precies de bedoeling? Burendag is voor deze buurt een kennismakingsdag. De meeste mensen wonen hier tussen een half jaar en anderhalf jaar en kennen elkaar nog niet. En dit is de beste manier om elkaar te leren kennen en te verbinden. En we zijn bezig met een buurtpreventie-app. Dus dit is het uitgelezen moment om dat met elkaar te kunnen delen. Wanneer je nou je nieuwe buren ontmoet, waar komen ze allemaal zo'n beetje vandaan? Eigenlijk overal vandaan. Niet eens alleen maar vanuit Schiedam. Ze zijn allemaal hier naartoe getrokken omdat dit toch wel een bijzondere buurt is en een hele nieuwe opstart. Ja. Dus, en het is supergezellig, want ja, dit is de manier natuurlijk om nieuwe mensen te leren kennen. Nou, even praktisch gezien, er moeten boodschappen gedaan worden. Waar gaan mensen uit deze wijk boodschappen doen? Ik vrees dat ze dat wat verderop moeten doen, want we hebben hier geen winkels. Dus je moet hier inderdaad wel gemotiveerd zijn om richting Hof van Spaland of de Nolanslaan te gaan. Want anders dan gaat het niet lukken. Nou, liggen hier vlakbij allerlei hopen zand, want daar hebben de voetbalverenigingen Hermes en SVV gezeten. Wat komt daar allemaal? Dat zijn ook allemaal woningen die er nog moeten gaan komen. En dat duurt nog, denk ik, 1,5 tot 2 jaar voordat het inderdaad allemaal compleet is. Maar ja, het is belangrijk dat je nu al, zeg maar, binding gaat krijgen. Want dan groeit de wijk. En hoe beter het met elkaar groeit, hoe beter het met elkaar gezellig gaat worden natuurlijk, hè? Nou, valt er altijd wat te mopperen. We blijven Schiedammers. Wat moet nog goed gedaan worden hier? Wat is nog niet goed? Nou, wat denk je hier van achter je? Al die bouwgrond die hier om deze flat nog zit. De ecologische zone moet hier nog aangepast worden, maar dat duurt wel erg lang. Want de mensen wonen hier nu vanaf december. En je ziet hier om je heen, dit stukje van de wijk moet echt nog wat aangedaan worden. Ja, en we hopen dat de gemeente dat snel op gaat pakken. Sportliefhebbers hier in de flat zitten heel goed. Want aan de achterkant zitten de voetbalvelden. Wordt er al over gesproken? Gratis kijken? Niet alleen voetballen, maar ook hockeyers en andere sporten natuurlijk. Hè. Dus, maar die zitten hier, daar zitten ook bestuursleden van hier in de flat en verderop ook. Dus ja, de wijk, sporten en bewoners verbinden elkaar wel natuurlijk. Ten slotte, wat was voor jou zelf de reden om hier te gaan wonen? Nou, wat denk je van de omgeving? Heerlijk in de natuur. 'S avonds is het hier heel stil. De metro komt hier binnenkort ook. Nou, dat is geweldig zoals dat nu eindelijk na 1,5 jaar zich gaat ontwikkelen. Ja, het is gewoon een prima plek om hier je opnieuw start te maken. Ja.